Dit is hem dan. Het glas in loodraam in het stadhuis van Leiden ter ere van oud-burgemeester Henri Lenfrink. Kunstenaar Ankie Stoutjesdijk werkte de afgelopen maanden in het strikte geheim aan het raam. Ik ben natuurlijk gaan praten met de mensen die de burgemeester het beste kennen en met Henri Lenfrink zelf. Wat ook waanzinnig leuk is om te doen, want die vertelt goed. Ik heb de gemeentesecretaris geïnterviewd, de griffier, chef de kabinet. Dan heb ik een verhaal. Dan heb ik eigenlijk een veel te groot verhaal. Dan moet ik daar keuzes in gaan maken, dat verengen en schetsen maken. En dat duurt heel lang. Ga je heel veel schetsen maken. Tot je op een gegeven moment denkt, nu heb ik iets. Dat iets werkt Stoutjesdijk uit tot een ontwerp op ware grootte. Je ziet de stoelen uit de burgemeesterskamer. Dat staat voor het gesprek. Het is onze benaderbare burgemeester met een warm sociaal hart. Gaat graag in gesprek. En als er dan iets aan de hand is, gaat hij op de fiets daar naartoe. Op de vloer van het stadhuis, wat hier vormgegeven is als schaakbord, omdat hij een schaker is en dat natuurlijk past bij het ambt van burgemeester, een dossiervreet met het ijzeren geheugen verbeeld door deze vallende velletjes. Wat het ook persoonlijk een warm mag maken in mijn optiek. Daarachter zie je de boom uit het wapen van Delden, geboortestad van Henri Lenfrink, gecombineerd met de sleutels uit het wapen van Leiden. De woordfeit wat hij kennelijk, wat heb ik in ongeveer alle interviews opgevangen, te pas en te onpas aan het spelen was. Ook tot diep in de nacht. En daarom zijn initialen in woordfeit lettertjes. Op de atelierboot van glazenier Rian Willemsen wordt het ontwerp omgezet in een echt glas in loodraam. En dat is geen eenvoudige klus. Ik kan natuurlijk een tekening bedenken, maar ik ben geen glazenier. Hier bijvoorbeeld de dwarrelende velletjes. Daar zit een negatieve hoek in, hier. Die kant op, als je dat scherp maakt zoals het eerst in de tekening was, dan kan het glas gaan scheuren. Ik bedenk iets. En Rian denkt dan helemaal mee van hoe kunnen we dat wel laten lukken. Nou, dat is natuurlijk ontzettend, daar kan ik alleen maar heel dankbaar voor zijn. En zelfs in kleurkeuzes liggen we hier samen op de grond onder die glasplaat om te kijken of het dan beter is om het toch dat opaken, dus net iets minder transparante wit te gebruiken. Het wordt echt waanzinnig werk door Rian. Ik ben echt heel erg onder de indruk. Onder de indruk is ook oud-burgemeester Lenfrink, die donderdag bij de feestelijke onthulling van het raam aanwezig is. Ja, ik vind het fantastisch. Het is een heel persoonlijk raam geworden, wat echt van allerlei dingen vertelt over mij, over mijn leven. Vooral in de tijd dat ik hier in Leiden als burgemeester actief was. En dat doet je wel wat natuurlijk. Het is bovendien een beetje in een art deco-stijl uitgevoerd. Dat is iets waar ik ontzettend van houd. En dat bewijst maar eens hoe persoonlijk dat glas in lood geworden is. Ja, ik kan hem natuurlijk niet steeds zien, omdat ik hier natuurlijk maar af en toe een keertje langs zou komen. Dus hij is meer voor anderen dan voor mij op dit moment. Maar het feit dat hij er is, is geweldig. Ik heb een prachtige foto ervan gekregen. En ik hoop dat wij daar nog een mooi plekje voor vinden thuis. Het glas in loodraam ter ere van Lenfrink hangt tussen de andere oud-burgemeesters in de gang bij de raadzaal van het stadhuis.